Doe een nieuwe video hier op mijn kanaal. Jullie weten dat ik nou een keer een verlaten stad in België ben geweest. Namelijk de verlaten stad Doel. Die video staat nog steeds online en die is op zich super goed ontvangen. Namelijk die eens die nog beter ontvangen is van een andere verlaten locatie. Was namelijk Fort de la Chartreuse. En die is namelijk ook in België als ik me niet vergis. En toen dacht ik, weet je wat, ik vind het zelf heel leuk om dit soort dingen te maken. En jullie vinden het namelijk ook heel leuk om die dingen te zien. Daarom dacht ik, weet je wat, de grenzen zijn weer open naar België. Laat ik eens naar België gaan, naar een verlaten locatie die al heel lang op mijn verlanglijst staat. Ik ben namelijk vandaag naar een verlaten psychiatrische ziekenhuis ben ik geweest. Dit gebouw is echt enorm, echt gigantisch groot. En daarom wil ik het ook zo graag exploren. Niet alleen dat het groot is, dat is niet de enige reden of de grootste reden. De grootste reden is namelijk dat ik verlaten locaties zelf al heel vet vind. En ik hoor allemaal hier geluiden nu al buiten en ik ben nog niet eens binnen, kan je voorstellen. In ieder geval, het is gewoon een, ja, eigenlijk zijn er twee verhalen over dit gebouw. Zijn er namelijk, gaan er rond de wereld eigenlijk. Voor zolang het nog niet, nog niks meer is gebeurd. De ene kant van het verhaal zegt dan namelijk een psychiatrisch ziekenhuis is geweest. En de anderen zeggen namelijk dat het een ziekenhuis is geweest voor mensen met TBC, volgens mij als ik het goed zeg, die ziekte. Wat de ziekte precies inhoudt, ik heb geen idee. Je kan het even opzoeken op internet, maar dat schijnt niet zo heel erg fijn te zijn als je dat hebt. Ik heb een paar missies in namelijk dit gebouw. Ik wil namelijk het zwembad vinden, want die schijnt hier wel heel vet eruit te zien of best wel interessant. De keuken wil ik sowieso ook vinden, want die schijnt echt enorm te zijn. Kijk, dit is bijvoorbeeld zo'n kamer wat hier gebeurde. Ik heb geen enkel idee. Maar in ieder geval, ja, dat is ook een van de kamers van het ziekenhuis geweest. Maar in ieder geval, dus de keuken, het zwembad. En ja, er is ook één foto die heel veel op het internet te vinden is als je namelijk de naam van dit gebouw weet, dan is er één foto en dat is toch wel een van de meest bespookte en beruchte plaatsen van heel de Benelux en daar ik sowieso dus ook wel even een kijkje gaan nemen. En alsof je het over de duivel hebt, we komen gelijk bij de eerste locatie aan. Ik vind het heel erg grappig dat ik eigenlijk gewoon hier nog nooit geweest ben en dat ik gelijk hier al een van de locaties voor me zien. Maar we gaan eerst even nog een stukje naar rechts. We gaan jullie daar meenemen naar dat eerste locatie. Het is wel een stukje donkerder. Hier zijn namelijk denk ik de kleedlokalen van het zwembad. Dus dan kun je al een beetje raden wat ik net voor me zag. Ja, het is hier vrij leeg gehaald. Want hier hangen ook allemaal van die kabels voor alle stroomvoorziening in de kleedlokalen. Wel zo handig als je wat ziet als je jezelf omkleedt. We gaan nu naar het zwembad toe. Het zwembad is best wel groot, moet ik eerlijk toegeven. Ik ga jullie even het zwembad laten zien. Dit is namelijk het zwembad. Hij is dus lang en aan het einde heb je namelijk een rondje helemaal daar. Ik ben één missie vergeten te vertellen die ik hier sowieso ook heb. Ik kon namelijk zo hoog mogelijk in dit gebouw zien te komen. Net toen ik ook niks zei en toen jullie het beeld zagen van heel het gebouw, dat was alleen nog maar de voorkant. Want hierachter, achter wat jullie nog niet hebben gezien, het gebouw, geloof me, is echt gigantisch. Gewoon, ook als je het op Google Maps ziet, van de bovenkant dus, dat wordt meestal aangegeven met grote grijze vlakken. Nou, zo'n groot vlak heb ik nog nooit gezien. Het is echt niet normaal hoe groot dit gebouw is. Het is hoog, het is breed, het is lang. Alles eigenlijk wat een groot gebouw moet hebben. Maar ja, het was ook een ziekenhuis. Nog een klein stukje geschiedenis eigenlijk over het ziekenhuis. Want het ligt echt tussen de bergen van België. De reden dat het ziekenhuis midden in de bergen ligt, heeft namelijk een speciale reden. Hier, midden in de bergen van België, kregen de patiënten in het ziekenhuis de rust die ze verdienden. En om hun ziekte ook het beste te kunnen behandelen. Ze werden compleet afgesloten van de buitenwereld en hadden daardoor de perfecte behandeling om van hun ziekte af te komen. Ik zag een trap, dus die gaan we sowieso even bekijken of het ook een trap is. En niet graffiti, want hier zit overal graffiti op de muren. De trap.
Ik denk trouwens dat de keuken dat die beneden zit. Ja, ik zie hier wel een trap, maar die vertrouw ik niet helemaal. Dus dan gaan we even een andere weg zoeken. Ik ben nu een stukje verder gelopen en ik kom hier langs allemaal kamers met allemaal tankers. Waarvoor die tankers zijn, ik weet het niet. Maar weet jij nou wel, laat dan hieronder weten in de reacties. Dit zijn die tankers die ik dus bedoel. Eentje zit helemaal onder de graffiti en die andere die ziet er nog redelijk normaal uit. Dan heb je hier nog een klein stukje elektra. En dan lopen we een stukje verder. Dit is echt een of andere oude buiten binnenplaatsachtig iets. Maar ik zoek eigenlijk nog steeds de trap. Ik vraag me echt af of ze in het gebouw überhaupt een lift hadden. Want ik kan je vertellen, in een normaal ziekenhuis die nog wel actief zijn dus, hebben ze het ook liften. En ik weet niet of dat hier ook is. Anders had ik echt heel veel medelijden met de zusters die hier werkten. Nou ja, we gaan even een stukje verder kijken. Sorry als het beeld een paar keer donker wordt. Heb ik hier de... Nee, dit is niet de lift. Oké. Die lift doet het natuurlijk niet meer als het wel een lift geweest zou zijn. Maar het beeld wordt een paar keer donker omdat namelijk hier niet alles even licht is. Maar ik heb een betere trap gevonden. Deze vertrouw ik namelijk wel. De trappen hier zijn nog prima te doen. Tenminste, voor zover ik weet. Ik ben er nog nooit geweest, dus... Ja. Dus we hebben één deel van de missies hebben al gehad. Namelijk het zwembad hebben we al gehad. Nou, dan namelijk zo hoog mogelijk komen. Dus ik probeer om in dat torentje te komen. We zijn nu één verdieping hoger. En eens even kijken wat ik hier vind. Hier namelijk de andere trap. Die kan je nog verder omhoog. Dat gaan we sowieso dadelijk ook doen. Maar ik kom hier namelijk toch op een mooie plek. Of ja, mooi. Het uitzicht is mooi. Dit is namelijk het balkon van het verlaten ziekenhuis. En hier kom je niet zomaar. Dit is namelijk het balkon en ik zal even het uitzicht laten zien. Het uitzicht, je ziet niet heel veel, je ziet meer bomen en alles. Dan natuurlijk, ja, je zit midden in de bergen. Die mensen hadden rust nodig. Maar dit is namelijk het uitzicht. Dit is ook zo herkenbaar van alle ziekenhuizen, namelijk die meterslange gangen met aan de linkerkant en aan de rechterkant heel veel kamertjes. Ook in dit ziekenhuis hebben ze dat natuurlijk ook. Ik loop naar de eerste verdieping als ik het goed heb. Ik weet niet hoeveel verdiepingen hier zijn, maar volgens mij is het de eerste verdieping, want ik ben nog niet verder gekomen dan één trap. Maar hier ook overal gangen en de deuren liggen er gewoon serieus uit. Namelijk hier sta ik namelijk bij een raam. En als je uit het raam kijkt, zie je namelijk hier een aantal stukjes van de... Of ja, stukjes. Een stuk van de achterkant van het gebouw. En dit is ook best wel gigantisch. Er staat ook een hele grote schoorsteen. Ik zal het even laten zien wat ik precies bedoel. Dit is een stuk van de achterkant van het gebouw. En hier zie je al een begin van de schoorsteen. En die gaat helemaal zo nog door naar boven. En dat was net niet op de camera. En er zit ook een trappetje op. Alleen daar ga je natuurlijk niet op klimmen, wat je ook al had kunnen bedenken. Ik zie, oh, we hebben een douche gevonden, mensen. We hebben een douche gevonden. Hier is namelijk een douche. Ik weet wel dat hij het niet meer doet. Maar zie je dus, die mensen hier konden ook gewoon hun dagelijkse bezigheden, zoals ik zelf op. Ik hoor allemaal rare geluiden hier, dat is niet normaal. In ieder geval, die kon zich namelijk opfrissen, oftewel gewoon, net zoals ik ook al zei, zo'n doodnormale leven leiden. En net had ik het even gehad over een lift en ik keek hier naar links en je raadt het al, ik ben tegengekomen, namelijk de lift. Kijk, dit is dan wel de grootste lift. Dus waar al die karretjes in kwamen. Van de keuken, denk ik. Dus ik denk dat de keuken ook hier in de buurt is. Wat ik wel een beetje raar vind. Want ik zou de keuken namelijk op de begaande grond hebben gedaan. Ja, jongens. Oké, de keuken. Ik heb hem gevonden. Maar er is niet zo heel meer van over. Alle laadjes liggen eruit.
De platen doen natuurlijk niet meer, waar de elektra is gebleven of de gas, ik heb geen idee. Maar dit is namelijk de keuken geweest. Ik ga snel even verdieping 2 even zelf even buiten de camera bekeken of daar iets te vinden was. Maar dat was gewoon precies hetzelfde als de eerste verdieping, alleen dan zonder keuken. We zijn nu helemaal bovenin, of ja, helemaal bovenin. We zijn de bovenste, grootste verdieping. Dus waar je ook die dakpalen op een gegeven moment ziet. Ik loop dus door die gang en hier zie je ook allemaal van die schuine balken boven mij. Zie je steeds meer tevoorschijn komen. Dat doe ik dus. Dat betekent dus dat je eigenlijk als het ware in het dak zit. Ja, dat hoor je goed, in het dak. Dus ja, dan weet je gewoon dat je vrij hoog zit. En net ook aan, misschien zag je het, misschien ook niet. Ik weet niet precies hoe het voor jullie voelde, maar je zit dus vrij hoog hier. Oh, dit is wel gevaarlijk. Ik zie hier namelijk een gravity werk van iets. En dat is een pijl naar iets, en ik weet niet, dit is volgens mij voor de grap gedaan, daar ga ik van uit. Maar dit zou ik nooit van mijn leven doen, zo ben ik dan ook weer niet. Kijk, hier zie je namelijk exit staan en dan een pijl naar daar. En zo denk je, ja, kast, dat was er onder een balkje, er zit helemaal niks. Dus je hier gewoon naar buiten zou lopen en je let even niet op, dan lig je beneden. En ik kan je vertellen, er zijn weinig mensen die dit overleven. Dus ja, dat is een beetje een zieke grap, vind ik. Maar ja, grapjes moeten kunnen. Ik sta hier namelijk bij dit plek. De meest bespookte plek van heel dit gebouw. Van heel de Benelux, zeggen ze op internet. Namelijk, ik heb het over die trap die hier naar de zolder leidt. Meestal is het namelijk een trap die naar de kelder leidt. Dat is ook niet echt een fijn idee. Maar hier namelijk naar de zolder. Deze trap die is niet helemaal, niet helemaal uitgeklapt. Namelijk hier deze metalen trap die je hier ziet. Die zou eigenlijk normaal uitgeklapt moeten zijn. Ik sta hier dus voor die trap naar de zolder. En dit is best wel een sketchy trap. En ik ging er net ook opzetten voor een foto. En hij kraakt best veel. Dus als jij ook tegenwoordig gaat beginnen of je bent al bezig met urban exploring, dan weet je namelijk, ja, dat doe ik dus, dat je wel altijd goed moet opletten waar je mee bezig bent. Kijk. Kut. Want sommige dingen zijn gewoon niet stevig en als je dan toevallig door een gat naar beneden valt, is dat gewoon heel erg jammer. En hier deze wordt ondersteund door een soort deur. Dus ik weet niet of ik hier naar boven kan, maar ik ga toch het nog een keer proberen. Want het moet mogelijk zijn om hier naar boven te kunnen zonder lift of trap of weet ik veel wat. Ja, dus ik ga even proberen om naar boven te komen. Ik ben boven. De trap kraakt echt enorm en hij beweegt ook heel veel. Ik ben nu in een soort houten ruimte. En hier ook weer heb je een paar van die kokers. Namelijk hier staan er twee. Wat daarin gebeurt, weet ook niet. Laat het me weten in de reacties. En hier, als ik hier op deze plek sta, deze plek hier, dan kan je helemaal naar boven kijken. Naar in het torentje als het ware. Dus of ik daar ga komen in de punt, dat is nog maar de vraag. Dat weet ik zelf natuurlijk ook niet. Maar ik zie hier wel nog een trap. Deze trap, weer een houten trap. Heel erg fijn. Maar we gaan gewoon deze trap nemen. En kijken waar ik uitkom. En kijken hoe hoog we kunnen komen. Want we hebben namelijk al een deel van de missie gehad. We hebben de keuken hebben we namelijk gehad. We hebben het zwembad gehad. We hebben de keuken zei ik al. Keuken, zwembad. En namelijk de meest beruchte, bespookte plek van heel dit ziekenhuis dus. En nu, dus de laatste missie. Hoe hoog kunnen we komen in dit gebouw? Oké, naar mijn mening zit ik volgens mij op het hoogste punt wat je kan. Want hier liggen wel een paar planken. Maar die trap ging net op. Die trap is namelijk daar.
Zo, dat schat daar in de vloer. En dat is die trap namelijk. En hier gaan we dan een plank. Deze plank zou je in principe hier nog door dat gat naar boven kunnen. Maar daarna, ja, daarna wordt het free runnen, denk ik. Door die kabels naar boven. Dat vind ik niet zo heel erg slim plan als ik dat ga doen. Dus ik ben nu al op het hoogste punt, sorry voor die galm dat ik al niet zo net, dus dit gebouw. In dit gebouw. Maar het is wel een stukje hoger dan net. Wat ook heel fijn is aan dit gebouw namelijk, je mag ook weer de uitgangen vinden. En dit gebouw is echt één groot doolhof. Dus het gaat me denk ik wel lukken. Ik ga gewoon dezelfde weg terugnemen. En je weet, komen we onderweg nog eens tegen. Want ik wil eigenlijk toch wel proberen om dichter bij die schoorsteen te komen. Ik ga er niet in klimmen, want dat is heel onverantwoord. Want er is al een bakstenen gemaakt, dus hij is misschien best wel stevig. Maar om er echt helemaal in te klimmen naar het bovenste stuk, daar gaan we toch net iets te ver. Dus ik ga jullie gewoon maar even, de camera in ieder geval, ga ik even in de tas stoppen. En ga gewoon kijken hoe dicht we bij de schoorsteen kunnen komen. Want ik ben heel benieuwd hoe dicht bij je uiteindelijk kan gaan komen. We zijn redelijk dicht bij de schoorsteen gekomen. Namelijk hier links van mij, rechts van jullie, is namelijk de schoorsteen. Kijk, hij is meters hoog en hij gaat helemaal door naast dat torentje naar boven tot daar. En ik ben even op het balkon, want ik bedacht met zelf. Er is namelijk natuurlijk heel veel gebeurd in het ziekenhuis. En er gaan ook nog dingen mee gebeuren. Niet met eigen verlaten locatie, zodat er heel veel mee gaat gebeuren. Wat er heel veel mee gebeurd is wel. Maar wat hier namelijk mee gebeurt, is namelijk het volgende. Of hiermee gaat gebeuren, is namelijk het volgende. Dit gebouw is namelijk voor 1,5 miljoen gekocht. 1,5 miljoen. Zou je denken, oké, dat is misschien heel veel geld. Of misschien heel, ja, precies genoeg voor zo'n groot gebouw als dit. Maar als je ziet hoe het er hierbij ligt, dan wil ik niet weten hoeveel je er moet gaan betalen om dit helemaal te renoveren. Want overal ligt glas, alles ligt helemaal aan stukken. Het dak moet gerepareerd worden, verschillende trappen moeten gerepareerd worden, deuren, alles eigenlijk. En als je al 1,5 miljoen hebt betaald voor dit gebouw, ik wil echt niet weten hoeveel je nodig hebt voor de rest van het gebouw, want dat is echt insane. Dat is echt gewoon niet normaal. Sowieso al raar dat je dit gekocht hebt. In ieder geval, je kan er heel veel leuke dingen van maken. Maar op internet staat namelijk dat degene die dit gebouw heeft gekocht, wil hier namelijk een spa van gaan maken. Een luxe wellness resort, zeg maar. Om dus lekker te ontspannen voor mensen die dat willen. Maar of dat gaat lukken, binnen nu en een paar jaar, het zal mij echt benieuwen, want het is echt overal waar je kijkt in het gebouw ligt gewoon aan gort. En dat is gewoon zoveel werk om het allemaal goed te krijgen. En ook die graffiti op de muren. Voor zover ik weet krijg je graffiti niet zomaar ergens af. Dus ja, ik weet niet hoe die gast dat wil gaan doen. Maar ja, ik wens hem veel succes. Laat ik het daar even op houden. Ja jongens, ik zit hier in de auto. Ik moest net zo hard zuchten, omdat het natuurlijk best wel lang gelopen. Want het is echt nog steeds een insane groot gebouw. Ik blijf het gewoon zeggen. Als je zelf een keer het gebouw wil bezoeken, dat kan. Alleen wees dan wel snel. Want zoals ik al zei, het is dus al verkocht voor 1,5 miljoen. En ze gaan het een keer renoveren. Wanneer dat is, dat weet ik niet. Dus als je erbij wil zijn, doe dat dan in ieder geval heel snel. Ik vond het in ieder geval super leuk om hier gewoon een keer naartoe te gaan en jullie te laten zien wat hier allemaal te vinden is. Nou namelijk, ik heb het namelijk aan jullie laten zien. We hebben al onze, of al mijn missies gehaald. We hebben het zwembad gezien, we hebben de keuken gezien, we hebben de meest besproken plek gezien van dit gebouw. Namelijk zijn we ook zo hoog mogelijk het torentje ingegaan zoals dat kan, voor zover het mogelijk is. Vond je deze video leuk en wil ik meer verlaten locaties ga bezoeken? Geef ons zoveel mogelijk blauwe duimpjes omhoog op deze video. Laat ook even weten als jij een plek bij jou in de buurt hebt of jij er eentje kent in Nederland of België of Duitsland. Laat het dan hieronder weten in de reacties.
En wie weet ga ik jouw locatie dan wel bezoeken, want ik wil er sowieso meer aan doen, want het geeft mij zelf ook de nodige adrenaline die ik nodig heb. Dus vond je deze video leuk, doe een blauw duimpje omhoog, wil je niks missen van mijn nieuwste video's, klik dan op abonneren. Ik zeg bedankt voor het kijken en later.